Twee. Ja. Twee nu. We hebben er nu twee. Hedy Dancona, Ian Dales. Twee vrouwen. Partij van de Arbeid. Ja. Kok had er vier beloofd. Ja, daar heeft hij gauw van gemaakt. Twee van de Partij van de Arbeid, twee van het CDA. CDA nog niet één vrouw. Laatste kans. Ja, Mai Weggen, die wordt het. Mai Weggen. Op Verkeer en Waterstaat. Weggen. Weggen. Verkeer. Op Verkeer en Waterstaat. Kan niet of Buckman. Of Buckman. Ja. Ik denk dat Buckman zo graag wil... Ja. Dat hij bereid is een operatie tot transseksueel te ondergaan... om meer kans te hebben. Gaat ver. Om als vrouw. Om als vrouw toch nog een kans. Nou, hij komt van ontwikkelingssamenwerking. Hij kent die wereld op zijn duimpje. Tanger is die kind dan naar huis. Haalt hij niet meer. Moet morgenmiddag rond zijn. Oh ja, het moet morgen. Dus ik denk dat Buckman zo graag wil... Ja. Dat hij vannacht... Zelf? Dat hij zou... Dan is hij wat kwijt, maar houdt auto met chauffeur. En dat haar zit al goed. Dat permanentje heeft hij al. Ik denk hij wordt het. Hij wordt het. Buckman wordt het. Dames en heren, we zijn eruit. Wij weten meer dan het journaal. Morgen wordt benoemd op Verkeer en Waterstaat... Absoluut. Minister Pita Buckman. Absoluut. Absoluut, zeker. En hij heeft een chauffeur nodig, want hij zal die auto niet open krijgen. Ja, ja, nee, die dat wordt Buckman. Het. Die wordt kan het. Niet absoluut. Anders dan Buckman. Ja, absoluut. Dat moet. Maar dat weten we zeker. Ja, nee, dat... Als Mai Weggen. Het is een naam, Weggen. Ja. Maar... Nee... Nee, dat wordt Buckman. Dat wordt Buckman. Ja hoor. Oké, mensen, beginnen maar. Ja. Kom maar. Kom maar. Werkverschaffing. Daar staat het weer. Had ik niet gelezen? Ja, stond er deze week in. Ja, werkverschaffing. Ja, de Partij van de Arbeid zit nog niet in de regering... of daar duikt dat woord gelukkig weer op. Professor De Kam, zelf een vooraanstaand PvdA-lid... die vindt dat langdurig werklozen verplicht moeten worden... tot het verrichten van nuttige arbeid. Ja. Ze krijgen daarvoor dan geen salaris... Van Kooten! Hey, Dirkie. Hoe is het ermee? Van Kooten, heb je nou gehoord van die professor... die zegt dat wij allemaal moeten gaan werken? Nou, ik lees daar net een artikel over, Dirk. Oh, nou ja, dan geef hem op zijn lazer, hè, Van Kooten. Nou... Want denk je zo'n pissebed wel, hè? Want die achter zijn schrijftafel kan beslissen wat wij moeten doen. Nou, die professor die heeft nog nooit de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Nou, nee. Dirk, zo'n gek idee is het toch niet? Dat mensen die geld van de gemeenschap ontvangen... ook iets voor die gemeenschap heb doen? Heb ik jou dan wel gevraagd, lamlul dat je er bent? Hé, gemeenschap, wat weet jij nou van gemeenschap, joh? Hé, vuile is Emma. Lijkt me echt zo'n type dat hem alleen omhoog kan krijgen... door met een zweeptop los te rammen, hè? Met een ketting door je jonge heer, waar of niet? En met een kopje op en de... Oké, jouw kijk op de zaak graag. Oké. Mijn kijk op de wijk, nou... volgens mij denkt die professor, die bleke meneer... die denkt dat wij centen vallen... En dat wij dan de hele dag op onze nesten leggen te stinken. Maar zo is het toevallig mooi, hoor. De hele dag ben ik bezig. Nou, kijk nou toch eens, jongens. Kijk nou, jullie zijn er zelf bij. Kijk nou. Hier, papierbak. Hè? Daar liggen rotzooi naast. Nou, dan is deze jongen nooit te bedonderd om eventjes zijn handjes te laten wapperen... en dit in de bestemde bak te deponeren. Nou, zo gaat het nou de hele dag door. Staan ik bijvoorbeeld bij de dichte spoorwegovergang. Hè? Al die mensen in de auto's die hebben haast. Time is money. Hè? Dan gaan de spoorbomen open, maar dan is het van wachten tot het rode licht gedoofd is. Maar ja, daar hebben de mensen geen tijd voor om te wachten. Dus dan spring ik met levensgevaar op de spoorbaan om te kijken of er nog een trein aankomt. Zo nee, dan kunnen de mensen al meteen doorrijden. Dat scheelt weer een paar seconden, waar of niet. Nou, en verder staan ik dan veel bij winkels. He, want hoe vaak gebeurt het niet dat een dame de winkel verlaat en dat ze zware dingen hebt te dragen? He, vooral met kratjes is dat een groot probleem. De huidige kratjesbier die zijn veel te zwaar. Ja, dus er staat dan wel op light bier en zo, maar ze blijven even zwaar. En veel te zwaar voor een dame om te dragen. He, dus dat doe ik dan. En meestal ken er dan ook nog wel een kleine beloning af. Ach ja, dank u wel, mevrouw. Fijn, hartelijk dank. Zo, ja. Eigenlijk mogen wij dit niet opnemen. De zwart werk heeft geen uitkering. Maar ik moet toch even op adem komen. En bedenken wat ik nou weer allemaal zou gaan doen. En zo gaat dat de hele dag. En dat weet de professor niet, hè. De professor weet niet dat als wij er niet zouden zijn... dat dan de hele Nederlandse maatschappij... in elkaar zou sodemieteren. Zo is het. Ah, lekker. Pff, iets met dat even werken, zeg. Oh.
Ooit een kind met een pijp gezien? Nou ja, want dan zou het nog leven. Sigarettenroken is 88 keer zo ongezond als pijproken. 88, ja? En dan durven de sigarettenrokers zich nog te organiseren, ja? Uit protest tegen de zogenaamde heksenjacht op de rokers. Ja? Over heksenjacht op pijprokers gesproken. Hoeveel jaar moet ik al niet horen van hallo, twee rotskoppen en één stil? Hè? Terwijl de pijproker altijd rookt naar de ander toe, maar de mensen weten niet meer wat lekker is. Goede pijproker maakt altijd zijn eigen mixtje. Tabakken mengen, Arcadia heet deze. Wordt herkend door heel weinige vrouwen voornamelijk. Ach, meneer Oosting, blaast nog eens wat in mijn gezicht. Doe ik graag. Oh, wat lekker. Hè? Maar men ruikt tegenwoordig binnenshuis liever dennennaaldenbadschuim. Goedkoop aftershave en wc-eenden. Ja? En buitenshuis patatwalm, uitlaatgassen, zure oksels en natte regenjassen. Ja? Het is dus de taak van de pijproker om dit stukje natuur, de oergeur van de tabak, te bewaren. Zoals bevers worden uitgezet in de biesbos door Prins Bernhard, groot pijproker. Ja? Dus ik roep alle pijprokers in Nederland op, ja? Om als volgt te protesteren tegen deze maatregel op het verbod te roken in openbaar gebouw. Ja? Wacht even hoor. En woensdag kregen wij een brief waarin de oprichting werd gemeld van de werkgroep Nederland. Een belangenvereniging van tweede generatie slachtoffers. Met als voorzitter de heer H.J. Bussink junior. Meneer Bussink, waarom die werkgroep Nederland? Ja, de werkgroep Nederland, twee heers, die is er voor alle mensen die lijden aan een al te Nederlandse opvoeding. Goed, wat is er tegen een al te Nederlandse opvoeding? Nou, daar is op tegen dat wij met al die Europese ontwikkelingen die nu gaande zijn, duidelijk in de knoei komen. Een voorbeeld. Mijn vader heeft mij altijd ingeprent dat ik nooit en te nimmer naar Duitsland mocht gaan. Duitsland was taboe. Sterker nog, ik durf tot op de dag van vandaag niet naar Duitsland. En dat heeft mij al 3 betrekkingen gekost. Hè? Vanaf mijn 2e moest ik met mijn vader op elke Prinsjesdag naar de Gouden Koets gaan kijken. Tot op mijn 30e. Op mijn 30e moest ik nog naar de Gouden Koets gaan kijken. Op mijn 5e moest ik van mijn vader alle 15 coupletten van het Wilhelmus uit mijn hoofd kennen. En nu ik over de 40 ben, komt dat dus weer allemaal terug in de vorm van dwangmatige handelingen vaak. Ik moet bijvoorbeeld de vlag uitsteken op de verjaardag van alle leden van het Koninklijk Huis. Allemaal voor het onbeduidendste, het kleinste prinsje. Ik moet die vlag hijsen. Want anders voel ik mij, ja, schuldig. Schuldig tegenover het Koninklijk Huis, tegenover het vaderland en vooral tegenover mijn vader. Mijn vader, die ik ondanks alles wat hij mij heeft aangedaan, toch blijf respecteren. Hij heeft in zijn jeugd een keuze gemaakt en dat is verkeerd uitgepakt. Maar ik had het niks aan doen. Ik hou van mijn vader. En de nachtmerries ook. Gisteren keek ik per ongeluk even naar een documentaire op Duitsland 3. Nou, prompt vannacht vreselijk gedroomd. Dat koningin Wilhelmina mij met een bezem achterna zat en mij opsloot in het kolenhok. Wat mijn vader trouwens vaak deed als ik mij verslikte in de tekst van Wilhelmus. En zo veranderde dat beeld van die oude koningin moeder even in het beeld van mijn vader. Verschrikkelijk. Maar ja, daar praten wij dan over in onze gespreksgroepen. En wij houden ons voor dat Nederland een klein, onbeduidend pokkelandje is. Dat absoluut geen identiteitscrisis waard is. Maar zo moeilijk, zo moeilijk. Houdt het dan nooit op? Nee. Nooit? Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Want wat over 40 jaar de nieuwe probleemgevallen zijn, dat kun je nu eigenlijk al zien. Kijkt u nou eens goed naar deze foto. Het vorige weekeinde was er een open dag bij de 13 brigades van de Koninklijke Marechaussee ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan. En kinderen mochten zich daar in ME-tenue hijsen en rondrijden op panzerwagens.
Goedemorgen, wachtmeester Bos. Luid. Zeg Bos, ik heb naar aanleiding van onze open dag nogal wat klachten binnengekregen van diverse ouders. Agentje. Ja, de kinderen konden niet slapen, hadden nachtmerries. Wat heb jij ze verteld, Bos? Nou, gewoon wat allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Ik bedoel, we weten ook wel dat Marchaussee is een vredeswapen. Correct. Dus meer politie dan militair. Mm-hmm. Maar ja, toch even uitgelegd dat bijvoorbeeld een wapenstok, dus iemand een gat mee in zijn hoofd slaan, zo, tanden uit zijn mond, die dingen. Aha. En over onze panzervoertuigen, ja. Schijn jij tegen twee jongetjes van 6 gezegd te hebben dat ze alle 4 hun beentjes kwijt zijn, ja, als wij er overheen rijden? Ja, ik vertel dat de lichte Uzi doet. Als iemand door zijn hoofd schiet, dat de achterkant zo'n kwak hersenstrijd komt puilen. Ben jij op je achterhoofd gevallen, Bos? Nee, schiet je door het achterhoofd, dan klapt de voorkant open, zo'n luikje bij een automatiek, komt zo'n bamibal uit de hersenpan blubberen. En dat zijn alleen maar de lichte wapens. Ik heb verder verteld van de houwitsers en de granaten. Als je daardoor getroffen wordt, dat je vaak je arm en been op honderden meters weer bij elkaar moet zien te zoeken. Trouwens, een echt bombardement. Ik weet niet of u Apocalypse nou hebt gezien. Genoeg, Bos! Schijt de mensen zeven uur stond. Bos, het was een feestelijke open dag. Ja, vond ik ook. Wat moeten de ouders hiervan denken? Maar ik begrijp dat denken van die vaders en moeders sowieso wel niet, hoor. Dat u met die zonen komt bekijken gezellig naar wat ze in oorlogstijd kan overkomen. Bos! Laten we wel wezen. Geef eind! Een half uur in deze houding blijven staan. En om 3 uur melden bij mij op rapport. Goedemorgen, Bos. Maar... Zo, tik ik hem weer heen. Ik dacht dat bij een open dag echt om de openheid ging. Houdt het dan nooit op? Nee, het houdt nooit op. Alleenstaande meisjes met een minimumuitkering nemen steeds vaker een kind. Zo krijgen ze meer geld en ontlopen de verplichting van het arbeidsbureau naar werk te zoeken. Een alleenstaande met kind krijgt 1350 gulden per maand plus kinderbijslag. Zonder kind is dat soms de helft minder. De sociale dienst vindt het nog te vroeg om van een trend te spreken, maar noemt het verwekken van een kind om financiële redenen een zorgelijke ontwikkeling. En al die nu nog ongeboren kinderen die zitten over 20 jaar bij Sonja met hun moeders op de tribune. En die kinderen vragen dan: maar mama, je hield toch wel echt van me? En dan moet zo'n moeder antwoorden: kind, ik had je nog voor geen 350 gulden per maand willen missen. Toch blijft Nederland een kinderparadijs. Ja. Heb je dat van de week weer gezien in het journaal, die kinderen op het Binnenhof? De hele week. Die vroegen een handtekening van, ja, Bert de Vries en Relus ter Beek. Trots thuiskomen. Ik heb de handtekening van Relus ter Beek. Zouden wij dat vroeger gedurfd hebben? Nee. Nee, een handtekening vragen aan Bil en Romme? Wij durfden nog niet eens op het Binnenhof te komen. Nou, dat brengt ons automatisch bij de politiek in Den Haag. We gaan overschakelen naar Loek Hobbema. Hallo Loek. Hallo. Goedenavond Van Koten. Goedenavond Dibby. Goedenavond dames en heren. Loek, dit was zeker wel een van je drukste weken in deze reeks keken, hè? In Den Haag. Nou, dat valt best mee, Kees. Kijk, vrijdag was het hele kabinet al zo'n beetje klaar. Ja. Het is nu zondag, dus ik hoefde er helemaal niet zo vaak uit. Ja, dat zeg je nou elke keer, Loek, maar je moet toch naar de studio? En waar is die studio in Den Haag? Wij kennen Den Haag een beetje. Is die op de Kneuterdijk? Voorhout? Ja. Hulstraat? Nou, vooruit, waarom ook niet. Ik zal het jullie maar verklappen. Ja. Ja. De studio van Kijk op het Rijk bevindt zich namelijk in mijn voorkamer. Hè? Als de camera dat even kan laten zien. Is dit bij jou thuis? Ja. Hè? Het geeft een beetje rommel op zondag. Ja. Maar ja, het is ideaal. Ja, maar wacht even, meneer Hobbema. Je declareert wel reisonkosten. Ja, moeten wij tekenen? Kees, dat is natuurlijk om alle kranten te halen. Hè? Ik heb elke dag alle kranten nodig. Ja, ja. En wat is een tv-journalist zonder kranten? Loek, dat dat regelen we wel. Ja, ja, kom nu maar met je commentaar. Absoluut geen stijl. Ja, goed. Oké, sorry. Dat is gat. Daar komt-ie. Wel, het nieuwe kabinet is een feit. En dat nieuws was nog maar nauwelijks tot de media doorgedrongen. Of de eerste kritische noten werden reeds gekraakt. Dat van de mannelijke ministerkandidaten slechts een kleine minderheid een snor draagt, is velen in het verkeerde keelgat geschoten. En dit is des te pijnlijker, omdat met name Wim Kok tijdens de gehele formatieperiode minstens 6 portefeuillebeheerders met snor had beloofd. Ja, dit is een zeer teleurstellende gang van zaken. De aap is uit de mouw gekomen. Nu blijkt dat de heer Kok met de beloofde 6 snorren bedoelde in totaal
6 snorren. Dus PvdA 3 snorren, CDA 3 snorren. Goed, PvdA heeft haar 3 snorren geleverd, maar het CDA is ernstig in gebreken gebleven. En als u nu weet dat van de mannelijke bevolking in Nederland 63% een snor draagt, dan zult u onze boosheid begrijpen. En dan heb ik het nog niet eens over de kwaliteit van de snorren. Want de snorretjes die nu in dit kabinet zitten, nou neem me niet kwalijk zeg, die zijn toch echt uit de eenheidsworst gedraaid, hè? Ha! Wel, de race is gelopen en de koek is verdeeld. Zingend en zoenend dansten de uitverkorenen door de wandelgangen. Maar bij de gelukkigen misten we één naam. Professor Dr. Ingenieur Akkermans. Maandag, via NOS Laat, leek zijn kandidatuur nog zo zeker. En tenslotte het huidig PvdA-kamerlid mevrouw Herfkens, woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking. En voor deze kandidaten geldt ongeveer hetzelfde als voor de bekende, ik zag wat raars, maar ik ga gewoon door, als voor de bekende professor Akkermans. Ze worden genoemd, maar of ze het ook worden, valt met geen enkele zekerheid te zeggen. Wat is er precies gebeurd? Loek Hobbema sprak met hem. Hobbema. Goedenavond, meneer Akkermans. Het is niet gelukt, hè? Net niet, hè? Net niet, maar het scheelde een haartje, hoor. Ja. Ik heb nogal een lastige bloedgroep, hè? Schijnt het, en geen snor. Ja. Het zal nu wel stil worden, hè, voor u de komende week. Ik denk eerder andersom, hoor. Ik denk dat de telefoon rood gloeiend zal staan. Ja. Maar de heren Kok en de Vries zullen u toch niet meer bellen? Die niet, nee. Maar daarnaast zijn er zoveel nieuwe mogelijkheden dat het mij bijkans duizelt, hoor. Maar hoe bedoelt u dat? Nou, ik bedoel alle nieuwe vacatures, hè. Plotsklap zit de heer Simons op WVC als staatssecretaris. Hij was wethouder in Rotterdam. Leuke stad, meneer Hobbema, Rotterdam. Mevrouw D'Ancona, meneer Danker. 2 lege zetels in het Europarlement. Ook heel interessant werk. Mevrouw Dales, minister van Binnenlandse Zaken, was burgemeester in Nijmegen. Ik heb daar nog gestudeerd. Dus u begrijpt, ik moet al die mogelijkheden eerst eens rustig op een rijtje zetten. Geen paniek. Ja, ik wens u daar veel succes bij. Ik dank u wel. Nou, mag ik vragen, heeft u eigenlijk kinderen? Ik heb een zoontje, ja. Zal ik een handtekening voor hem meegeven? Vinden ze wel leuk. Heeft u een papiertje voor me? Ja, inderdaad. Ah, fijn, dank u wel. Nee, dat is te klein, hè? Daar krijg ik hem onmogelijk op, hoor. Professor, dokter, ingenieur, Akkermans. Nee, dat gaat niet, hè? Wel, en dinsdag zullen ze dan allemaal met de koningin poseren op de trappen van Huis ten Bosch. In nieuwe kostuums, nieuwe jurken, met nieuwe brillen op en opgestreken snorren. Ik hoef daar weer niet bij te zijn, want ik zie u zondag weer. Dit was Politiek Den Haag. Goedenavond. Is het alleen gezellig of wordt er nog gewerkt? Hamilton, sorry. Ah, zo heerlijk, joh. 'S Avonds lekker lang uit, met de afstandsbediening in de weer. Het is een soort verslaving, hoor, want ik kan niet langer dan 5 seconden naar een programma kijken en dan ben ik weer zo razend nieuwsgierig naar wat er op een ander kanaal zit, begrijp je? En aan het eind van de avond, dan heb je heel Europa gedaan, dat gevoel, hè? En mijn vrouw, die heeft een eigen toestel boven op de slaapkamer. Die kan dat wel, hoor. Die kan een hele avond naar een speelfilm kijken. Ongelooflijk. Maar dan komt er een moment op de avond. Dan zet ik mijn geluid even uit. En dan hoor ik aan de stemmen, het gedreun van de stemmen en de muziek, welk kanaal mijn vrouw bovenop heeft. En dat zet ik dan ook op. En dan kijken we samen even naar hetzelfde. En dat is toch een gezellig idee. Maar TV10 komt dan voorlopig niet, dus dat scheelt in het knippen. Oh, dat 1 is kanaal, ja. Minder. Ja. Maar er zijn wat slachtoffers gevallen deze week. Oh. Jos Brink mag nooit meer bij de AVRO, omdat hij fout was in de mediaoorlog. En dat zegt de AVRO. Sandra Rehmer mag niet terug bij de NCRV, zit kaalgeschoren thuis. Harmen Season, Koos Postema, Ton Elias, Ruud Terweijden. Ze wilden blijven werken, ja, en dan teken je bij Joop van den Ennens Cultuurkamer. Ik weet niet wat nou de bedroevendste aanblik biedt. Of Hans van der Tocht naast dat Rad van Fortuin, wat nog nooit heeft gedraaid.
of dat pikkie van dokter Anders Jeff Rademakers op dat grote, lege Hollywood-kantoor. Je moet er toch niet aan denken dat je dat maar ziet. Het houdt niet op. Het houdt ook niet want op. Want de oorlogsindustrie moet blijven draaien. Wat is het? Keek op de Week presenteert u het nieuwste wapen, ontwikkeld door de firma Euroboeps BV. Euroboeps. Heren, ben hier. Vertel het eens. Waar gaat het om? Avond. Legt u het eens uit. Ja, dat wil ik graag doen. Het is tenslotte mijn idee. Ja. Ik kwam er eigenlijk op omdat ik zag dat RTL Veronique zijn erotisch programma Club Verotiek gecodeerd uitzendt. Omdat het via de Astra-satelliet in Engeland op de schotel is te ontvangen. En schotelverkopers het daar als argument gebruikt, als verkoopargument. Terwijl de Engelse regering moordicus is tegen erotiek op het scherm. En toen dacht ik, dat moet ook eigenlijk andersom kunnen. En toen heb ik ingenieur Vos in de arm genomen hier. En die heeft een naaktscanner ontwikkeld. En die naaktscanner wordt morgen de Euroboeps BV op de markt gebracht. Ja. En alle technische zaken die verkrijgbaar de naaktscanner. Graag misschien kun je even zien. Uitleggen, Vos, wat die ontwikkelt. Graag, meneer Heukels. Dit is dus de naaktscanner. Het is een eenvoudige adapter die werkt als kleurselector. Hij isoleert het vleeskleurige signaal van het kabelaanbod. Hij pikt dat eruit, de vleeskleur, en geeft dat door aan het scherm van de gebruiker van de naaktscanner. Ja, dat is het eigenlijk. Is, misschien mag ik nog even. Het is nu zo dat de gemiddelde kabelkijker in Nederland heeft 16 netten tot zijn beschikking. En op een van die netten is altijd wel naakt in videoclips, in speelfilms, noem maar op. En nu is het zo tot nu toe dat die mannelijke kijker, dat is onze belangrijkste doelgroep, die zat de hele avond maar te zippen, langs al die kanalen te scheren, om te kijken waar het naakt was. Maar dat doet dus de naaktscanner. Ja. De naaktscanner die neemt die zipfunctie over. Het is en die geeft dan meteen hup op het scherm. Buitengewoon gevoelig apparaatje. Heel gevoelig apparaat. Als in een soft pornofilm een actrice maar een broekje aantrekt of een BH'tje aandoet, dan zoekt hij al onmiddellijk naar ander bloot op. Het is dus een de kanaal. Een ideaal apparaatje, dacht ik, voor doktoren in de eerste plaats. Fysiotherapeuten, ook natuurlijk heel belangrijk. Kunstschilders, modellenwerk. Studenten in het algemeen. Modeontwerpers. En er zal natuurlijk altijd, dat realiseren wij ons ook, wel een of andere platterik de winkel binnenkomen die morgen vraagt om de naaktscanner en die dan 24 uur lang naar vrouwelijk bloot gaat zitten kijken. Maar ja, dat kunnen wij natuurlijk niet voorkomen. En die gedanken zien vrij. Bij zover, Vos. Het is zover, meneer Heukels. Even een kleine demonstratie. Van de naaktscanner van Europa. Heren, daar gaan we. Nee, dank u wel. Dank u wel. Daar stellen wij geen prijs op. Niet nee. Hoe die werkt? Nee, echt niet. Nee, u wilt helemaal u wilt geen naakt in uw programma? Nou, nee, dank u wel. Geen naakt. Het is trouwens tijd. Dit was Keek op de Week. Goedenavond. We hebben nog 30 seconden. Heer, een beetje uit elkaar. Jeutje. Dat is ook niet mis. Was heißt hier? Kan ik hier een videofilm huren voor de video voor te zien? Natuurlijk, dat kan. Fijn. Welk systeem hebt u? Ook. Welk systeem hebt u thuis? Een videorecorder, Betamax, VHS, VCR? Doet u maar de Betamax. Uitstekend. Betamax bevalt me toch wel het beste, eigenlijk. Ik zou zeggen, maakt u uw keuze. Dank u wel.